Goedendag allemaal. Gisteren heb ik de eerste update gedaan over de nieuwe wetgeving van het RIVM, wat betrekking heeft op de bootcamplessen. Vandaag is er een nieuwe update gekomen, tenminste een aanvulling op de wetgeving, waarin ze kenbaar maken dat je met maximaal 4 mensen mag trainen, exclusief de trainer, dus die wordt niet meegeteld. Maar wat ze ook kenbaar hebben gemaakt, is dat je met meerdere groepjes van 4 mag gaan sporten, zolang er 1,5 meter of meer afstand tussen de groepjes van 4 zitten. En dat is natuurlijk makkelijk haalbaar bij onze lessen. Denk aan de power bijvoorbeeld van morgenavond. Die gaat dus gewoon door, dus daar ben ik super blij mee. Dit is echt super goed nieuws voor ons en ik hoop dat jij hier ook super blij mee bent. Want dit betekent dat we gewoon lekker kunnen blijven sporten met kleine aanpassingen. Nou, hoe het in zijn werking gaat met de power bijvoorbeeld. Wij hebben 9 stationen, waarbij er maximaal 3 mensen per station staan. Dus je bent met maximaal 3 mensen, waarbij je onderling 1,5 meter afstand houdt. En tussen de stationen van de oefeningen hebben wij ook meer dan 1,5 meter afstand. Nou, dit gaan we ook doen met de regular bootcamp bijvoorbeeld. En met de HIIT. Er worden dus onderling groepjes van 4 gemaakt. Die worden verspreid, opgesteld. Daar gaan we gewoon heel streng op zijn. Want we willen wel alles eraan doen om de corona te stoppen, de COVID. Maar we zijn heel blij met deze update en ik hoop dat jij dat ook bent. Dus voor de mensen die morgen meedoen, ik zie jullie morgen. En de rest zie ik later deze week. En we houden contact, ik hou jullie op de hoogte. Ik ben er super blij mee en ik hoop jij ook. Ik zal in de videoreactie nog even de foto delen van de RIVM. Dan kan je het ook zelf nog even teruglezen. Dit is het einde van deze videoopname. En tot snel.